Dan ga ik eventjes met mijn draad naar Mies Wellness Media. Hallo, goedenavond iedereen. Jij hebt heel wat media bij, proficiat daarvoor. Ja, dankjewel. Jij hebt je toch wel heel erg geprofileerd als de dame die heel erg naar buiten kwam. Die ook haar zegje en haar titel graag deed in de pers. Welke tips zou jij de dames meegeven als zij specifiek die titel in de wacht willen slepen? Het is heel erg belangrijk om zoveel mogelijk in de media terecht te komen. Dus zoveel mogelijk kranten aanschrijven, radio's aanschrijven. Op Facebook ook zorgen dat je heel veel likes hebt, dat je heel veel dingen deelt. Vooral die dingen. En natuurlijk ook een heel goed mediaboek maken, want daar wordt natuurlijk eigenlijk vooral gequoteerd waarin je echt wel kan tonen wat je allemaal hebt ingezet. En je ook veel dingen buiten de verkiezing zelf, bijvoorbeeld iets doen voor het goede doel. Ik heb onder andere bloed gaan geven, ook gaan helpen op inzamelacties voor het goede doel en zo. En dat is eigenlijk wel belangrijk, want een mis moet toch wel, een mis media, maar ook een gewone mis moet ook wel voelen dat ze in de maatschappij iets meer bijdragen. Dat is al een hele boterham. Jij bent nu Mies Wellness Media. Wat ga jij nog met die titel doen? Zoveel mogelijk de verkiezing natuurlijk promoten, reclame voor maken. En in de toekomst kan ik hopelijk ook nog een beetje blijven meedraaien. Om misschien de meisjes ook wat meer advies en tips te geven. Hoe dat zij zichzelf kunnen bekendmaken in de media. En hoe dat ze voor de kranten moeten aanschrijven. Hoe dat ze zich moeten, hoe dat ze moeten overkomen. Wat ze beter wel en niet zeggen natuurlijk. Zo wel op die manier. Ja. Oké, als ik mij niet vergis, doe jij ook de interviews. Vaak, wat is bij jou een standaardvraag die terugkomt? Vooral de reden waarom dat ze meedoen. Want ik vind toch wel belangrijk dat ze ambitieus zijn. En dat ze ook wel weten waarop de misverkiezingen voor staan. En dat is ook wel, dat het toch een heel belangrijk is dat de link met de sector er is. En dat het ook niet gewoon draait om een mooi meisje te zijn. Maar wel alles wat erachter zit, waarop de verkiezingen voor staan. Voor de sector, daarvoor eigenlijk. Ik kijk er alvast naar uit. Dankjewel, Bernie.